Er kwam iemand aan de macht. Wat dat voor gevolgen had, had niemand toen verwacht. Hij voerde nieuwe regels in. Dit was slechts een begin. Joden kregen een ster. Dat ging natuurlijk veel te ver. Veel werd verboden voor de Joden. En er vielen veel gewonden en doden. Mensen moesten naar concentratiekampen. Daar gebeurden grote rampen. Soldaten gingen vechten om op te komen voor onze rechten. Op 4 mei vandaag staan wij hier met pijn in ons hart, denkend aan wat de Duitsers toen hebben gestart. Na 75 jaar vrijheid zijn wij de vreselijke beelden nog niet kwijt. Beste mede-inwoners, zoals ieder jaar herdenken we vandaag alle mensen, burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen. En dat sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, zowel in oorlogssituaties als ook bij vredesoperaties. Het herdenken beperkt zich niet tot 4 mei. Voor mensen die een oorlog hebben meegemaakt, zijn er vaak veel momenten waarop wordt teruggedacht aan wat diep heeft ingegrepen in hun leven. Vaak in stilte en soms met lotgenoten. Vorig jaar, 3 oktober, stond ik ook op dit plein, bij de onthulling van het monument voor de Merwede-gijzelaars. Er waren weinig mensen bij, in verband met de coronamaatregelen. Maar wel hebben velen het kunnen volgen via een live verbinding. Zowel hier in Haringswoude-Giessendam als ook in Sliedrecht en Werkendam. Kunstenaar Richard van der Koppel heeft 3 monumenten gemaakt, voor elk dorp 1. De 3 monumenten vormen samen een drieluik. Een indrukwekkend monument, gemaakt voor een zwarte gebeurtenis uit de historie van ons dorp en van de regio. Dit drieluik kunt u zien op de website van de Merwede-gijzelaars. Stelt u zich eens voor, 500 mannen uit 3 dorpen, tussen de 18 en de 25 jaar oud, werden op 1 dag zo van de straat geplukt. Hoe verschrikkelijk is deze gebeurtenis geweest? Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de ouders, opa's en oma's, en verdere familie om hen heen. Ik heb ook kinderen in die leeftijd, u misschien ook. Het prille, onschuldige leven van deze jongens was door de gebeurtenissen voorgoed veranderd. En dit verhaal moet daarom verteld blijven worden en een plekje in de geschiedenis van Haringswoude-Giessendam houden. De Stichting 75 jaar Vrijheid heeft een aantal informatieborden geplaatst over memorabele gebeurtenissen in Haringswoude-Giessendam. Ik ben verheugd dat deze borden er staan nu de herdenking gevierd kan worden. Een officieel onthullingsmoment zat er helaas nog niet in vanwege de coronacrisis. De stichting hoopt dat deze informatieborden, met ieder een eigen verhaal, bijdragen aan een blijvende herinnering aan de oorlogsjaren. Enkele dagen geleden, op 30 april, heb ik samen met mijn collega uit Geertruidenberg op het Biesbosch Museumeiland een monument onthuld. Ter nagedachtenis aan de voedseltochten die er aan het einde van de oorlog zijn geweest. In de hongerwinter van 1944-45 komt dominee Van der Poel uit Giessendam aan in Geertruidenberg, dat toen al bevrijd was. Hij vraagt de stad om hulp en die kreeg hij. De bakkers van Geertruidenberg zijn dag en nacht in de weer om vele tonnen gerst en koren te verwerken tot 13.000 broden. Een volgeladen schip vertrekt door de Biesbosch naar Haringswoude-Giessendam en wordt hier enthousiast ontvangen. Deze tocht zou nagespeeld worden met de voedselbanken, de scholen en vele vrijwilligers. Dit is dus helaas niet doorgegaan. Het monument is er wel gekomen en staat nu op het Biesbosch Museumeiland. Ongeveer halverwege de vaarroute. Vrijheid is een groot goed. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is een werkwoord. Wij moeten werken aan een verdraagzame wereld, waarin we oog en respect hebben voor de ander en ruimte geven aan meningen en overtuigingen die wellicht anders zijn dan die van ons. Ook voor een andere manier van leven, voor een andere manier van liefhebben. Vorig jaar heb ik samen met wethouder Baggerman meegelopen in een stille tocht, omdat een inwoner, een meisje van 14, zich niet vrij voelde om voor haar seksuele geaardheid uit te komen. Zij werd daarvoor gepest en zag het leven niet meer zitten. Mijn hart huilde bij de gedachte dat zij zich in ons dorp niet veilig voelde. Velen liepen mee in de stille tocht. Deze was indrukwekkend en ik hoop van harte dat de stille boodschap van deze tocht blijft nagalmen in ons dorp. Ook hier werd namelijk een fundamentele vrijheid aangetast.
Jaarlijks breng ik samen met de leerlingen van een basisschool en leden van Oranje Trouw een bezoek aan de graven van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dan planten we bloemetjes om daarmee de slachtoffers te eren en nabestaanden te troosten. Dit jaar met de kinderen van de Koningin Wilhelmina School. We bezochten er de graven van de families Den Breeën, de Kok, Van der Linden, de Haas, Van 't Verlaat, Van Vliet, Vink en Smit. Allen omgekomen bij bombardementen, vergeldingsacties of als merwedegijzelaars. En bij de graven van militairen. De Vries Daniel, King en Van der Wiel. Ook dit jaar noem ik weer hun namen, zodat zij niet vergeten worden. Gedichten geven vaak woorden aan gebeurtenissen waar geen woorden voor zijn. Chantal van den Bos, Denise Roskam, Veerle Vlot en Susanne Mattia van het Willem de Zwijger College dragen bij aan deze herdenking met hun gedichten. Elk jaar weer weten jongeren ons te raken met hun woorden, waarmee zij de herinnering levend houden. En samen met de voorzitter van Oranje Trouw heb ik een krans gelegd bij het herdenkingsmonument aan de Sluisweg. Namens allen die dat jaarlijks doen. Het gemeentebestuur, Oranje Trouw, de Nederlandse Bond van Wapenbroeders en de Vereniging Oud-Militair Indiëgangers. De Merwedegijzelaars, combinatie van gezamenlijke kerken, het Nederlands Rode Kruis afdeling Hardingsveld-Giessendam en alle scholen in onze gemeente. 75 jaar na vrijheid. Meer dan 75 jaar geleden hebben wij hard gestreden. De Duitsers waren aan de macht en hadden veel Nederlanders omgebracht. In de concentratiekampen was het erg kil, maar wij bleven niet stil. Wij vochten terug, maar de Duitsers bleken erg stug. De geallieerden kwamen ons bevrijden, om samen tegen hen te strijden. Dit is een zwarte bladzijde uit ons verleden, omdat velen fysiek en emotioneel hebben geleden. Deze verhalen moet iedereen weten, zodat we dit nooit zullen vergeten. Dit jaar herdenken we weer thuis. Het is nodig voor de coronamaatregelen. Maar ik wens u allen persoonlijk een eervolle herdenking.